Nou, dames en heren, voordat ik dit prachtige orkest aan u ga voorstellen, wil ik even een mededeling van huishoudelijke aard doen. U zult niet allemaal hier beneden komen, maar sommigen van u wel. En een van de mensen van de streetband Effa Anders, die is een gouden ring verloren ergens bij de kleedkamers of daaromtrent. Mocht u die gevonden hebben, het is er een met een persoonlijke waarde. Meld u even bij een van de leden van streetband Effa Anders. Dank u wel. Ja, en voorafgaand aan zo'n avond als deze krijg ik van alle orkesten altijd wat informatie toegestuurd, wat ze zoal beleefd hebben en gaan beleven. En bovenaan de informatie van deze drumfanfare Prommer aan de wens stond alweer een jaar om. Inderdaad, zo hard gaat dat. Maar dat is ook altijd een mooi moment om even terug te blikken op zo'n seizoen. En ook nog even vooruit te kijken, want het seizoen voor de drumfanfare Prommer aan de wens is nog niet voorbij. Zij gaan namelijk op 5 november meedoen aan het muziekconcours in Schiedam. En ze hopen daar natuurlijk op een goed resultaat. En zijn daar op dit moment hard voor aan het repeteren. Nou, u mag de drum van Vlaanderen Pomeranen met vanavond al een beetje beoordelen. Als zij de volgende nummers voor u gaan spelen. Allereerst hoort u het nummer Milonga. Vervolgens Caldera Coral. En in de afmars When Will I See You Again. Dames en heren, graag uw aandacht voor de drum van Vlaanderen